Zit hier tegenover mij nou de beste singer-songwriter van Nederland? Ik denk het niet. Dat is het verkeerde antwoord. Oh, ik moet ja zeggen. Ja. Nou ja, er is toch geen beste singer-songwriter van Nederland. Smaken verschillen, ik bedoel. Er zijn zoveel goede singer-songwriters. Zelf blijft ze bescheiden. Maar met een plek in de finale van het tv-programma De Beste Singer-Songwriter van Nederland is de blonde zangeres volop in de race om de beste te worden. Ik ben geboren met een wil om altijd te zingen, zeg maar. En dat ontlaat. Dus als ik weet ik veel met wat zit dan, en ik ga zingen, dan ga ik me vanzelf beter voelen. Waarom doe je mee aan het programma? Nou, ik vind het een hele mooie manier om zeg maar meer mensen te bereiken. En het biedt gewoon een geweldig podium voor weet ik veel hoeveel duizend kijkers. Put down your bell, she's old. De in Veldhoven geboren Bradley woont naar verblijven in Londen en Amsterdam, tegenwoordig in Eindhoven. Ze is fulltime bezig met muziek maken. Ik leef nou van de muziek, maar ik leef van een behoorlijk schamel inkomen en dat gaat allemaal net goed. Maar ik zou dat toch wel iets breder willen krijgen, dat ik bijvoorbeeld niet meer anti-kraak hoef te wonen of zo. Al is dat heel leuk hoor, want ik zit hier in een hartstikke mooi stekkie, maar ik kan hier bij wijze van spreken dadelijk een telefoontje krijgen en dan moet ik eruit. Wat hoop je over 5 jaar te doen? Dan hoop ik lekker in een hangmatje een keer te liggen. Ik hou heel erg van reizen en vakantie en natuurlijk veel op te treden op prachtige podia voor veel mensen die speciaal voor mij komen kijken. En wat heb je een voorbeeld van een podium of een festival waar je denkt van ja, daar wil ik echt staan? Nee, ja, voor mij is eigenlijk de grootste uitdaging of het verlangen zeg maar naar een podium maakt eigenlijk niet uit waar. Maar het publiek is voor mij eigenlijk het belangrijkst. De beste singer-songwriter van Nederland is iedere maandag om 8:45 te zien op Nederland 3. De finale vindt plaats op 27 augustus. En je gaat er echt wel winnen, hè? Nou, ik hoop het. Als het aan jou ligt, volgens mij. Wij gaan op je stemmen. Nou, te gek. Een heel Eindhoven. Super, ja. Heel leuk. Niet dat het uithaalt hoor, want Giel beslist gewoon zelf. Maar Je kunt wel in een poll stemmen en dat is heel goed voor mijn ego. Dus dat moet je vooral doen. We gaan het doen. Ja, dank je. Oh, good. Lees dinsdag meer in het ED. Your love.